De digitale economie, beste commissaris, die groeit zomaar even 7 keer sneller dan onze gewone economie. En is dus echt, of zou dus echt een hefboom kunnen zijn om ervoor te zorgen dat we kwaliteitsvolle jobs creëren en onze samenleving ook echt voorbereiden op die digitalisering. Helaas, en dat weten we, is Europa daar niet goed bezig. We hinken achterop op een aantal heel andere belangrijke spelers in de wereld. Dus er is goed nieuws en er is ook wat minder goed nieuws, vind ik vandaag. Het goede nieuws is dat u komt met een initiatief rond de digitale single market. En dat is goed, dat is belangrijk, dat ondersteunen we. Uw analyses en uw probleemschets, die is juist. Maar we verwachten wel iets meer actie. We willen echt dat er geïnvesteerd wordt in infrastructuur die toegang biedt tot iedereen. Dat onze samenleving wordt voorbereid op die e-commerce en die e-governance. Maar vooral ook dat de privacy van de mensen wordt gerespecteerd. En dat het dus een proces wordt waarbij elke burger in Europa van kan profiteren. En daarvoor willen we wat meer actie zien.